ik kan me voorstellen dat je denkt van wat gaan we nu krijgen. Maar nee, ik heb even overlegd in de pauze. En ik heb besloten om de rest van de voorstelling in Boerka te spelen. Waarom? Nou, ik had namelijk een beetje het gevoel voor de pauze dat ik werd bekeken als lustobject. Hoe moet ik dit lachen nou weer interpreteren? Dat, alsof dat niet kan of zo. Dat, ik zeg ook niet door iedereen. Je mag niet iedereen over één kam scheren. Maar er zit daar een wat oudere mevrouw. En niet meteen kijken. Maar die had blijkbaar een oogje op me. Dus die zat... die zat de hele eerste helft zat ze obscene gebaren naar me te maken. Ja, met haar tong. Met haar tong. Weet je wat ze deed? Ongelooflijk. Nee, ik heb er eens over nagedacht. Er wordt heel veel over gesproken. De een vindt dit ervan, de ander vindt dat ervan. Er zijn verschillende meningen. En toen dacht ik van, loop er eens een stukje in. Dan kun je erover meepraten, dan weet je wat het is. En dat heb ik gedaan. Ik zal je vertellen, nu heb ik pas door hoe moeilijk wij het die moslima's maken om in te burgeren. Onze inburgeringseisen, die zijn gewoon veel te moeilijk. We leggen de lat te hoog. Want wat vinden wij dan, wat echt inburger is, wat moeten ze dan doen? Ah, doe nou even mee. Ja, dat is echt Hollands. Doe nou even mee, doe nou niet zo flauw. Doe even een harenkie, even een harenkie. Niet te doen. Of ook typisch Hollands, even een bakkie, even een bakkie. Even een gezellige sigaretje, even gezellige sigaret. Het is heel wonderlijk. Het is net of de Hollandse inburgering, de Hollandse gezelligheid, alsof alles via de mond gaat. Ja. We hebben toen wel iets bedacht, een tijd geleden, dat weet je nog wel, speciaal voor moslims hadden ze in Amsterdam een project, El Hema. Dat was dan met allerlei moslimingen. En dan hadden ze ook halal rookworst. Halal, dan zit er geen varkensvlees in. Maar ja, rookworst, hoe stel je je dat voor? En dit is nog een moderne moslima, hè? Want deze heeft breed beeld. Dus echt, niet te doen. Niet te doen. Maar een ander voorbeeld, stel je voor mevrouw Jansen. Een gezellige... we hebben hier een in de zaal. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk? Want hoe vaak hoor je die naam nou? Dan komt u er ook weer voor. Leuk. Mevrouw Jansen, een Rotterdamse vrouw. Stel voor, die zit op een camping, in een caravan. Gezellig, klopt het nog? Ik denk het wel. En die zit daar heerlijk lekker in die caravan. En ze hoort ineens, vanuit de tent naast haar caravan, hoort ze ineens Arabisch. Dus ze denkt, leuk, moslims, zouden wij ook denken. Het is een reflex. Is een reflex. Dus wat doet ze? Ze roept meteen, hallo, mevrouw Fatima, bakkie doen. Bakkie doen en dan zal ik je dit vertellen. Dan is mevrouw Fatima de beroerdste niet. Die denkt, ik ga bakkie doen. Ik ga daarheen. Dus ze trekt de tentharingen, trekt ze eruit en ze loopt. Ja, dit was dan een hele strenge secte, maar... En ze loopt naar die caravan. En ze stapt ook in die caravan. Dat is geen probleem. En die caravan is namelijk ook halal. Het is namelijk een kipcaravan. En ja hoor, bakkie doen. Meteen, was ze daarop voorbereid. En dus dan heeft ze met rietjes dan zo'n constructie. En dan kan ze hier achter. Maar ja, dan komt mevrouw Jansen weer, koekje erbij. En zo gaat het maar door. Ander voorbeeld. Stel je voor, Fatima is jarig. En die denkt, laat ik het eens op zijn oer-Hollands doen. Ja, ze blijft wel in burka. Dat hoort nou helemaal zo. Haar zussen zijn er ook allemaal in burka. Maar ze nodigt ook Hollandse buren uit. En waar komen die dan mee aanzitten? Met een taart, met kaarsjes erop. Of ze even... Het is meteen frustrerend. En wat willen we dan dat ze gaat zingen? Dat is typisch Hollands. Nogmaals, Fatima in burka, alle zussen, dezelfde burka. Wat moeten ze dan zingen? Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je helemaal niet zien. Dat is namelijk het doel van die burka. En wat willen we dan ook nog dat ze doen? Want dat is typisch Hollands. Ja, doe daar nou aan. Ja, ook volwassenen doen dat tegenwoordig op hun verjaardag. Ah joh. Doe nou even mee, Fatima. Dat is echt inburgeren. Doe nou even vrolijk mee. Zet even zo'n vrolijk Hollands feestmutsje op. Oh, mensen, het is toch geen... Inburgeren, dat is een cultuurshock.
En of ze dan ook even, ja, dat hoort er nou even bij. Het is niet te doen. Ja, of je moet, dat zou kunnen dat je dat dan zo... Het ziet er wel meteen minder bedreigend uit, dat moet ik toegeven, ja.